Welkom bij TV Studio. Ooit mocht of moest, het is maar hoe je het ziet, moest hij de plaatjes opruimen van de discjockeys van Radio Noordzee. Maar inmiddels, we zijn een half leven verder, is hij de halve spil van de mediagigant Endemol. En Endemol International, misschien weet u dat niet, is inmiddels Europa's grootste onafhankelijke televisieproducent. In Italië genieten ze van de honeymoon quiz. In Frankrijk kijken ze naar doet hij het of doet hij het niet. Turkije ligt in katzwijn bij Medisch Centrum West. En ik geloof dat er inmiddels in heel Europa adaptaties zijn van de Sound Mix Show. Azië wacht, Afrika wacht, Amerika wacht, allemaal op de grote doorbraak. John, de Mol, je hebt je voornaam wel mee, maar de achternaam is voor de internationale markt toch... Ja, toch gaat het wel goed. Ja, de Mol. Ja? Ja, in alle talen klinkt dat wel, hoor. De Mol. Ja. Ja, die Mol of de Mol, maar de meeste krijgen het er wel uit. Ja. Ja. Je hebt ooit een keer voorspeld dat er wereldwijd 2 grote mediaconglomeraten zouden komen. Hè? Is het nou ook jouw doel om een van die 2 te worden? Nee, want toen bedoelde ik de uitzendpartijen. Mm-hmm. Dus dan moet je denken aan de bedrijven als Kiersch of Berlusconi, Murdoch. Daar doelde ik op. En wij zijn aan de productiekant, dus dat is een andere tak van sport. Ja, maar wil je echt bepalen? Zou je dat willen, wereldwijd bepalend worden? Als producent, mm-hmm. Ja. Dat is wel het doel, ja. Waarnaar wij streven. Nou ja, doel. We hebben nog wel wat doelen dichterbij, maar dat zou wel wat leuk zijn als dat lukt hier. Even een uitspraak van jou over diversiteit. Hè. Je hebt wel eens gezegd, er treedt een verschraling op in het aanbod, omdat er steeds meer alleen naar kijkcijfers wordt gekeken. Ja. Ik vond dat uit jouw mond een opmerkelijke uitspraak. Nee, want dat is iets waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden. Mm-hmm. En televisie is niet meer zoals vroeger. Ik weet niet of je dat nog meegemaakt hebt, maar de tijden dat kijkcijfers absoluut ondergeschikt waren. En in eerste instantie gold, maak je een leuk programma. Mm-hmm. En televisie is business geworden. Televisie is een industrie geworden waar grote bedrijven veel geld in investeren en die dat graag terug willen verdienen. En dat moet via kijkcijfers. Dus zeg je dan eigenlijk, ik vind het een betreurenswaardige ontwikkeling, maar ik werk er aan mee. Nou, ik vind het niet een betreurenswaardige ontwikkeling. Mm. Ik vind het alleen betreurenswaardig dat er daarnaast te weinig ruimte is om die dingen te doen waarvan ik vind dat ze ook moeten gebeuren. En ik bedoel, jullie hebben een groot bedrijf. Ja. Kun je daar dan geen bijdrage aan leveren om die dingen te doen? Nee, omdat het voornamelijk toch programma's zijn die de zenders het liefste in huis maken. Mm-hmm. Zogenaamde gezichtsbepalende programma's. En ze verwachten het niet van ons, ze willen het niet van ons. Als ze ons bellen, dan willen ze toch om 8:30 een programma waar 2 miljoen mensen naar kijken. We gaan naar jouw keuze. Mm-hmm. Jij kijkt geen één programma helemaal uit, nee, hè, geloof nooit. Ik? Nee, zappend ik langs... Ja, heel snel. Hoe komt het dat je niks uitkijkt? In eerste instantie omdat ik te weinig tijd heb. Tegen de tijd dat ik thuis ben, is het meeste interessante al afgelopen. Ik kom echt 12:30, 12:30 thuis. Dus dit programma heb je heel vaak gezien. Het staartje, ja, het staartje. Ja. En dan is er niet zoveel aanbod. Dus dan ga ik heel snel toch gaan 25 zenders langs. In de hoop iets te zien wat me boeit. Dus maar dan professioneel boeit. Ja, maar jouw beeld van televisie is dus bepaald. Dan ga je dus van het aanbod van na 12 uit. Of hoe hou je dat bij? Nou, na 12 zie ik dan direct zelf. Ja? En wat er voor 12 is en wat enigszins de moeite waard is, dat krijg ik altijd keurig netjes op video aangeleverd. En kan ik dan kijken wanneer ik wil. Ja, maar het is dus niet sprake van ongeduld. Nou, ook wel een beetje. Hm. Ja. Ja. Je ziet snel hoe het in elkaar zit en dan weet je het wel. Ja. Ja. Je hebt een fragment gekozen van Studio Sport. Ja. Jack van Gelder interviewt Louis van Gaal. Ja. Wil je even zeggen waarom je dit uitgekozen hebt? Enerzijds omdat het live televisie is in zijn leukste vorm. Jack, die daar op dat veld stond, live wat interviews te doen met spelers die voor de wedstrijd een beetje over dat veld hobbelen. Stuiten op een aardige uitspraak van Danny Blind. En dan vervolgens, je ziet hem denken van, nu ga ik naar Vergaal. En daar vervolgens op afstapt. En daar waarschijnlijk een ongelooflijke koude douche kreeg. Want hij werd gewoon weggestuurd
Vergaal was daar absoluut niets van gediend op dat moment. Ja, ik denk dat wij erin komen op het moment dat hij al bij Vergaal is. Ja, ja. Ja. Okay. Danny Blind liet zich net ontvallen dat hij een beetje ziek wordt van het onprofessionele gedrag van een aantal van de spelers uit de selectie. Hij zegt, Kluivert en Bogarde kan ik begrijpen, die maken bekend waar ze naartoe gaan. Maar een aantal moeten professioneel zijn tegen hun werkgever en loyaal zijn. Hun contract loopt nog niet af, dan moeten ze niet zeuren over weggaan, ja of nee. De boertjes, Overmars. Hoe denk jij erover? Volgens mij moet je dat niet voor een wedstrijd vragen en ook niet zeggen. Dus dit is ook onprofessioneel gedrag van Blind als hij antwoord geeft op een vraag die niet van toepassing is op deze wedstrijd. Ik vroeg aan hem of het rustig was in de groep. Nou, dan moet hij daar niet over praten. Succes met de wedstrijd. Je moet dat niet vragen, want dat is de andere kant van de medaille. Maar ja, jouw belang is niet het belang van Ajax, zoals al jaren het geval is. Hoe bedoel je dat? Om deze vragen te stellen voor een wedstrijd. Ik heb gewoon gevraagd. Dus daarom kan ik beter ook niks meer zeggen tegen jullie, want dat is de consequentie. Ik denk dat je het nu uit de context trekt, totaal. Ik vroeg of het gewoon... Dat doe ik dus niet. We zijn met de wedstrijd bezig, de Graafschap. Is het rustig in de groep? Is een suggestieve vraag. Maar goed. Zo heb ik het absoluut niet bedoeld. Nee, maar zo heb je het wel bedoeld. Zo heb je het wel bedoeld, want we zijn met een wedstrijd bezig. Okay, we praten er straks nog over. Nee, dat hoef ik niet, want het is al duidelijk. Oké, okay, goed. Al dus Louis van Gaal voor de wedstrijd tussen de Graafschap en Ajax. Prachtig moment. En wat vind je van beide heren? Nou, ik ken Jack heel goed. Mm-hmm. Van Gaal niet of nauwelijks. Maar ja, Jack is niet snel verlegen om een woordje. Maar je ziet Jack verkrampen. En ik heb die uitzending verder nog gevolgd. En het heeft ongeveer een half uur geduurd voordat hij weer een beetje de oude was. Hersteld is. Ja. 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 Nou, ik weet niet of je dat kunt invoelen. Die reactie van Louis van Gaal die deed mij een beetje denken aan het soms emotievolle optreden van jouw partner, Joop van den Ende. Die, ja. Ja, had je dat ook? Nou, nu je het zegt, kan ik me de vergelijking wel voorstellen, ja. 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 Je hebt wel eens gezegd dat sinds jullie fusie Joop wat minder impulsief is geworden. Ben jij zijn tegenpool? Zie je dat zo? Nee, dat zijn we ook nooit geweest. Dat is een beeldvorming die ons onterecht is. Opgeplakt is. En hoe hard we ook roepen dat het niet zo is. Iedereen blijft dat plaatje maar ophouden. Joop is impulsiever dan ik. Maar dat vind je ook leuk? Ja, omdat het een perfecte balans is in wat ik noem sparren. Als Joop en ik bezig zijn met ons werk, dan is dat een soort bokswedstrijd, maar dan verbaal. Waarbij je echt merkt dat je een goede sparringpartner hebt. En dat leidt tot goede beslissingen. En dat is heel belangrijk. Jouw hart ligt bij voetbal, hè? Dat weet denk ik iedereen. Je was ooit een uitermate talentvol voetballer. Hè? Bijna profcontract, nou, toch? Het enige talent. Ik heb me laten vertellen dat jij het type Jan Wouters was. Bikkelhard, edoch, dienstbaar aan de groep. Ja. Typeert jou dat ook als... is dat een soort, ben je nu nog steeds een soort Jan Wouters in je werk, zeg maar? Dat probeer ik altijd wel te zijn. Alleen omdat je aan het hoofd van een onderneming staat waar inmiddels bijna 2000 mensen werken, wordt die rol mij niet meer gegund. En word ik gewoon elke keer op een plek gezet waar ik, heel eerlijk gezegd, liever niet sta. Maar het is onvermijdelijk. Dat hoort erbij. Ja. Je bent ooit, dat zei ik al, hè, je bent ooit begonnen met echt het plaatjes opruimen van de discjockeys. Ja. Daarna ben je producer geworden bij de Tros. Voor jezelf begonnen. Peter-Jan Rens kwam toen. Ging jij doen Medisch Centrum West. Ja. Linda met Sky Channel. Ja. Na een aantal jaren werd je dus echt succesvol. Ben jij iemand die geniet van succes? Nee. Nee, ik sta er niet meer stil. En ik geniet er nou in fracties van seconden van. Maar nooit dat ik nou zo'n uur achterover ga zitten en denk van, jongen, nee, maar dan wil ik wel even weten hoe zo'n fractie van een seconde er dan uitziet. Nou, meestal maar zijn wat voor moment is dat dan? Dat is meestal in de studio. Op het moment dat een programma gemaakt wordt, je hebt van die programma's en dan klopt het en het loopt en het valt op zijn plek. En dat zijn de momenten waar ik geniet van het komende succes. Want ik weet dan dat dat een succes wordt. En dan heel even nog, als de kijkcijfers komen de dag daarna, van ja, inderdaad. Dat, Ben je een ingehouden genieter? Of, ja. Ja. Jij zal mij niet snel op de tafel ik zien staan. Ik kan jou niet zien genieten. Dat is, Nou, als je me goed zou kennen, dan denk ik het wel. Maar er zijn er niet zo heel veel die dat kunnen inschatten. Dus die zullen dat niet zien, nee.
En ben je dan trots op jezelf ook? Nee. Nee. Nee, dat... Nooit? Nee. Nee, niet in de zin van... Goh, wat goed. Nee, heb ik niet. Nee, dat is geen valse bescheidenheid. En in welke zin dan wel? Nou, meer het resultaat van het totale product. Goh, je lijkt wel een integer mens, John. Ja, misschien ben ik wel. En kun jij beter, want Joop van den Ende kan gewoon hartstikke moeilijk tegen kritiek. Ik bedoel, journalisten die hem niet welgevallig zijn, ja, die mogen gewoon aalsmeer niet meer in. Van wie accepteer jij? Kun je eigenlijk met kritiek omgaan? Ja hoor. Maar ik kan ook heel goed uit elkaar houden van wie ik de kritiek serieus neem. Mm-hmm. En erover nadenk en van wie niet. En dat zijn er maar heel weinig. En van wie neem jij de kritiek serieus? Nou, in eerste instantie van Joop. Omdat ik vind dat hij de kennis en de know-how heeft om de kritiek... Ik heb het over televisie. Mm-hmm. Die ik dan serieus neem. En ik neem hem van... De mevrouw die bij ons thuis in de huishouding werkt, neem ik hem heel serieus. Dat is toch niet, je bedoelt de mevrouw die in de huishouding werkt? Ja, dus de mevrouw Toos. Die. Nee, ik dacht, ja. Okay. Onze Toos. En Toos. Als die een programma leuk vindt of niet leuk vindt, denk ik er over na. Want mm-hmm. die staat voor, volgens mij, een mening die je met 2 miljoen kan vermenigvuldigen. Ja. Het zijn er al 2. En voor de rest... En je Els, jouw ja, partner? Ja, ook wel. Ook als... Als consument heeft hij wel een goed gevoel over programma's. Linda heeft een heldere kijk erop. Voornamelijk omdat ze zo glaszuiver kan uitleggen waarom iets in haar ogen dan niet deugt. Dus je hebt er ook gelijk discussie. Mm-hmm. En de mensen die iets hebben van ik vind het niet zo leuk. Of daar kan ik niks mee. Je was je nou eigenlijk te lui om zelf een home video te draaien? Wat was dat nou? Waarom heb je dat nou niet gedaan? Nou, hou het maar op te lui. Nee, ik had geen moment vanaf de dag dat het gevraagd werd... tot het moment dat ik nu hier zit, was er niets wat de moeite waard was. Je had het niet willen zien. Echt niet? Echt niet, nee. Het was zo saai. Maar je weet wat we vragen, hè? We vragen altijd, is er iets dat je raakt? Of is er iets wat je treft? En deze hele week heeft... Nou, hele week. Helemaal... Deze 3 dagen was er toevallig net even niks. Helemaal niks dat je dacht, goh, jeetje. Ja. En die ben je toch doorgekomen, die 3 dagen? Ja, het was worstelen, maar ik heb het gehaald. Tegen de saaiheid, maar toch weer gehaald. Maar wat je wel hebt gedaan, is voor ons uit jullie eigen bestand fragmenten meegenomen van de Japanse televisie. Ja. En volgens mij is het thema wat je daarmee aan wil snijden, ranzigheid, hè? Ja, ranzigheid in de zin van hoe ver kun je gaan? We hebben vaak leuke discussies in Nederland... over ook vaak programma's die wij maken, waarvan mensen zeggen dat gaat te ver. Nou, ik vind dat dus niet. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke normen daar. En toen dacht ik van, ik laat eens wat zien wat ze in Japan doen. Dan kunnen ze vergelijken. Oké, ik ben heel benieuwd. Dit is... Is andere koek. Ja. Wanneer kan iets niet meer voor jou? Ik vind dat iets niet meer kan op het moment dat je mensen in een programma zodanig behandelt dat ze de volgende dag niet meer over straat kunnen. Mm-hmm. Is dat wel eens gebeurd? In zijn algemeenheid of bij mij? Bij jou? Voor zover ik weet niet. Je hebt wel eens gezegd dat er wel een aantal dingen geweest zijn waar je spijt van had, hè? Die je anders had willen doen.
Ja, maar nou weet ik niet of dat met dit onderwerp te maken heeft. Ik heb wel spijt van bepaalde dingen die achteraf... Maar ja, achteraf is allemaal zo makkelijk. Ik zal je helpen. Wat vind je, dat is iets wat ik onmiddellijk... Als het gaat over grensoverschrijdende televisie... Ja. Dan, ik herinner me zo'n moment bij Now or Never... Ja. Dat Rolf Wouters zijn kandidaten wormen laat eten. Ja. Wat vind je daarvan? Door jullie gemaakt? Ja, dat hebben wij ook in de Duitse 100.000 gedaan. En als je degene aan wie je dat vraagt, mm-hmm. een keus geeft om te beginnen, dat is één. Mm-hmm. Je dwingt hem niet, hij heeft een keus, een hele vrije keus. En het hangt heel erg af van de casting van de kandidaat. Daar moet je maar het heel principe, mensen wormen laten eten voor geld, vind je dat het kan? Ja, maar dan hangt het af van de kandidaat. En het is een keus. En er zijn mensen in Zuid-Amerika die leven het hele jaar op wormen. Dus het lijkt, dat is de kracht van het voorbeeld, denk ik, het lijkt erger dan het is. Ja, ik weet ook wel dat in wormen veel vitamine zitten, maar het staat voor iets anders. Maar jij weet natuurlijk ook dat je kunt mensen alles laten doen, hè? Dat ja, is toch zo, John? Mensen ja. doen alles voor geld en voor aandacht. Sommige mensen, ja. Ja. Ja, klopt. Dus zeg maar, je kunt wel zeggen, het hangt af van de kandidaat. Maar je vindt altijd wel een gek die denkt van, weet je, ik heb zo'n betonnen plaat voor mijn hoofd, dus ik ga morgen rustig lachend over straat. Ja, alleen ik vind dus dat zolang ik mijn eigen normen overeind hou, dat ik daarachter sta. Ik haal dit. Dit stond in een van jouw prachtig uitgevoerde full color prospectussen. Emoties kleuren het leven en televisie verbeeldt dat leven. Nou, maak jij veel programma's waarin emotie centraal staat? Hè? Ja. Het schijnt zo te zijn dat jij de laatste jaren zelf iets gemakkelijker je emoties toont. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat misschien ook wel met elkaar te maken heeft. Dat het geen toeval is dat dan er ook meer van dat soort programma's bedacht en ontwikkeld zijn. Heeft met jouzelf te maken? Ja. Ja. De state of mind is denk ik toch een belangrijke factor van een stuk creatieve input in televisie, denk ik. Ja. Oké, een stuk creatieve input. Maar wat is er dan gebeurd dat jij makkelijker in staat bent om die emoties te laten zien? Ja, ik word ouder en... volwassener en rijper. Ja, ik weet het niet. Ik heb niks gelezen waardoor ik ineens bewust ben geworden van... en nu ga ik mijn emoties laten zien. Het is ook niet in die mate volgens mij dat als je nu soms een verkeerd woord ik... gebruikt... dat ik begin te huilen of zo. Nee, ook liever niet hoor, zeg. Nee, dat zit niet zo in me. En jij was echt een oester. Nou, je moet het nou ook weer niet overdrijven. Nou, doe je het voorkomen alsof de oester ineens een soort... geopend is en alleen maar warmte. De oester klopte niet en het extreme nu klopt ook niet. Maar ik ben wel ietsje makkelijker in het omgaan met emoties. Ja. Ben jij iemand die jouw personeel makkelijk complimenten geeft? Nee. Nee, dat is een van mijn vele slechte eigenschappen. En daar moet ik mezelf in trainen. En dat doe ik ook, dat probeer ik ook. Omdat ik het namelijk wel denk. Maar ik maak één klein foutje. Ik spreek het niet uit. En dat is een probleem. Ik realiseer me nog steeds niet elke dag... dat je door heel veel mensen in dat bedrijf toch gezien wordt als... nou, jij moet nu vertellen welke kant we op gaan. Daar ben ik me nooit zo van bewust. Zoals ik me ook nooit bewust ben dat mensen heel blij kunnen worden... als ze van mij een compliment krijgen. Je stond ook altijd heel erg te boek als heel erg verlegen. Ja. Ben je dat nog steeds? Ja. Ja. Hoe uitzicht dat? Als ik op een feestje kom... dan ga ik het liefst heel stil in een hoekje met een biertje rustig zitten. En een gesprek met één iemand misschien. Maar ik ben niet zo'n type die gelijk in de groep... gelijk zich in de discussie stort en aanwezig is. Ja, vorm van verlegenheid. Je kunt dus ook waarschijnlijk heel moeilijk met complimenten omgaan, ja, hè? Ja, kan ik helemaal niet tegen. Ja, klopt. Word ik heel ongemakkelijk. Ja. Wat mensen weer uitleggen als arrogantie. En dat is het niet. Ik kan heel moeilijk met complimenten omgaan, ja. En nog even over emoties, hè. Het weekend van Sport 7, hè? Wat jij wel het ellendigste weekend van je leven hebt genoemd. Ja. De dag dat Sport 7, dat het echt afgelopen was. Ja, dat weekend, ja. Wat greep je daar zo in aan? De mensen die... 8 maanden lang zich werkelijk kapot gewerkt hebben om er wat van te maken.
die heel veel shit over zich heen hebben gekregen. Het deugde niet. Niks was er goed. En net op het moment dat er heel voorzichtig de contouren zichtbaar werden van... ja, het begint er nu op te lijken en de eerste complimenten over programma's kwamen binnen. Stopte dat dus. Mm-hmm. Wij hebben in 2 maanden tijd een productieafdeling sport uit de grond gestampt... waar 150, 160 mensen werkten. Mm-hmm. Een heleboel van die mensen heb ik persoonlijk overtuigd om te dat komen. Dat ze daar moesten komen, ja. Hebben een vaste baan die ze hadden laten lopen. Hebben in mij geloofd en hebben die stap gedaan. En waar ik helemaal gek van werd, is het feit dat 160 mensen die in mij geloofden... dus moest teleurstellen. Hm. Daar kon ik helemaal niet tegen. Dat vond ik heel erg. Heb je dat nu verwerkt? Ja. Ja. Hm. En ben je streng voor jezelf? Ja, maar dat is meer gevoed door verantwoordelijkheidsgevoel dan door zelfdiscipline. Ik ben niet heel erg sterk in zelfdiscipline. Maar ik doe datgene wat ik moet doen wel onder de druk van een soort gevoel van verantwoordelijkheid. Wat me dan niet loslaat. Mm-hmm. En waar voel je je verantwoordelijk voor? Nou, ongeveer voor alles. Oh ja? Ja, ja, dat is nog een beetje een probleem, ja. Ja. Ik voel me nog steeds voor te veel verantwoordelijk, vind ik. En hoe uitzicht dat? Door het niet los te kunnen laten. Ik ben aardig op weg, vind ik zelf, in het proces van delegeren. Want op het moment dat een bedrijf groter en groter wordt, moet dat gewoon. Ja. Maar ik merk dat ik soms nog een beetje technisch delegeer. Dus ik delegeer wel, maar het blijft maar je controleert het toch? Ja, het blijft in mijn hoofd zitten. En dan denk ik toch over 2 weken toch even checken. Ja. Ja. Waardoor het heel druk is in je hoofd. Het gonst voortdurend. Ja. Ja. Ik heb ook de onaardige eigenschap dat ik nooit iets vergeet. Op een of andere vreemde manier onthoud ik alles. Ook wat mensen je aandoen? Ja. 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 Maar dus dat niet kunnen loslaten, dus alles willen beheersen. Zou je daar niet van af willen, ooit? Dat is best... Ja, ik weet het niet. Het houdt je ook wel scherp. Het is lastig soms, dat geef ik toe, maar nee... Ik zou het toch eigenlijk niet kwijt willen, want het houdt je wel scherp en het houdt je erg alert. En nog even, als het dan dus voortdurend maar gonst in het hoofd van jou, hè, omdat je alles bij moet houden. En dus ook of er geen koffiebekertjes op de grond liggen en of de vloer schoon is en de asbakken leeg. En daar hou je ook allemaal mee bezig. Maar dan lijkt me ook dat je... Ben je wel eens alleen met je gedachten? Gewoon een avond alleen? Ja. Nou, een avond. Oh, dat is al lang. Dat is al heel lang. Ja, echt waar? Ja. Ja, een avond is lang. Een avond is lang? Ja, omdat er altijd wel iets gebeurt wat die gedachten weer verstoort. Maar kun je gewoon zitten, zoals nu, in een stoel. En dan niet praten, maar gewoon zitten zonder tv. Zitten, met jezelf. Nee. Nee, niet langer dan een half uurtje. Dan ben ik wel weer klaar met mezelf. En dan denk ik, nu een boek, of nu iets doen, of nu iets maar anders. Maar doe je dat eigenlijk wel eens? Op vakantie. Een half uur alleen, hè? Ja. Niet met Els? Nee, alleen. Alleen? Ja. In een stoel? In een stoel. Ja, of op de grond of weet ik veel waar je bent. Maar ik geef toe, het is een uitzondering. Ja. Een week alleen zou echt de hel zijn voor jou? Helemaal alleen? Helemaal alleen. Nee, daar word ik niet blij van, hoor, van dat vooruitzicht. Wat is het ergste wat je dan kan gebeuren? Een avond lang? Ja, dat weet ik niet, want ik ben wel eens een avond alleen geweest, maar niet zoals jij zegt, in een stoel zitten en verder niks. Ja, ik weet het niet. Er is zoveel wat je afleidt. Of wat mij afleidt. Nieuwsgierigheid van wat is er op televisie vanavond? Of ik moet dat of dat nog lezen. Zou het kunnen zijn, maar dat weet ik helemaal niet hoor. Stel je voor, ja, want als je dus een avond alleen zit of meerdere avonden, ga je zomaar nadenken over jezelf. Dat is natuurlijk ook... Ja, dat doe ik wel, maar ik zei net, dat doe ik dan heel ben je snel. Een half uur klaar. Helemaal klaar. Dat was het. Ja. Iets wat jou ook iets deed, dat was een cadeau dat je hebt gekregen. Ja. Hè? Een cadeau van vrienden, een schilderij. Ja. Je hebt het meegenomen. En Frank brengt dat nu hierheen. Ja, dat is een prachtig Dankjewel. Schilderij. Deze. Kleurt leuk bij de stoel. Kun je hem zien? Ja. Douwe nog wat, hè? Elias. Douwe Elias. Ja.
Ik ben blij dat het hier op de achterkant staat, anders was ik weer de naam vergeten. Het zegt mij iets om twee redenen. Ten eerste van de mensen van wie ik het gekregen heb. Mm-hmm. De echte vrienden. Dat is een heel klein kringetje. Hoe klein is klein? Dat zijn er, nou, als je familie dan weer even weghaalt, 10, 12, dan heb je het wel gehad. Die hebben dit voor mijn 40ste verjaardag gekocht. En hebben daar heel veel moeite voor gedaan om het te vinden. Mm-hmm. En ik vind iets kopen wat aan de muur hangt voor iemand is zo persoonlijk, dat is heel risicovol. Gewaagd, ja. Ze hebben daar ongelooflijk veel moeite voor gedaan. En het was ook helemaal raak. Zonder dat ze het wisten waarschijnlijk. Hebben ze op de gok gedaan. Omdat ik zo ongelooflijk onder de indruk ben van geestelijk genieken. En die zien we daar. En die staan daarop. Mm-hmm. En daarom vind ik het eigenlijk zo mooi. Dat orgel vind ik ook leuk. Maar het gaat om die twee mensen daarvoor. Zo prachtig. Ja. Ik dacht, ik laat eens even een stilte vallen. Maar waarom ben jij zo ongelooflijk onder de indruk van geestelijk gehandicapten? Wij hebben af en toe die mensen in programma's. Vroeger maakte Peter Jan Rens het programma De Grote Meneer Cactusshow. Ja. En dan deed hij altijd één keer per jaar een hele uitzending met en voor geestelijk gehandicapte kinderen. Zat de hele studio vol. Mm. En daar was ik bij van de eerste tot de laatste minuut. Omdat die mensen, ja, het is zo puur. Het is zo eendimensionaal. Zo eerlijk. Zo oprecht. Daar zo alles wat wat andere mensen proberen te verdoezelen. Of in ieder geval niet willen laten zien. En die mensen die genieten zo ongelooflijk van de dingen die er voor ze gedaan wordt. Mm-hmm. Dat is gewoon aandoenlijk om te zien. En vind je ook dat ze eigenschappen hebben? Kun je trouwens knopen in je zakdoek? Ja. Maar vind je ook dat ze eigenschappen hebben? Zijn er dingen waar je jaloers op bent? Of waar je denkt, dat is iets wat wij verloren hebben? Ja, ik ben een beetje jaloers op het feit dat die, die kinderen, want daar praat ik dan nu over, zo intens genieten zonder dat ze één voorbehoud hebben. Je ziet geen moment van twijfel of geen moment van dat ze even weer minder genieten. Dat is gewoon één constante stroom van genot wat je daar ziet. En die, ja, die zijn zo dankbaar en zo lief. Daar zit geen kwaad bij die mensen. Hm. Ja, en er is geen wantrouwen? Nee, totaal niet. En er is geen, dat is eigenlijk wat je zegt, hè? Zullen we hem weer weg laten halen? Ja. Frank? Zo. Dankjewel. Er is geen voorbehoud, dus is onmiddellijke openheid. Ja, eerlijkheid in de verstgaande vorm die je kan bedenken. Ja. Ja. Ja, weet je wat ik, wat er gewoon frappant aan is, is dat natuurlijk dat volkomen haaks staat, zeg maar, op jouw wereld, hè? De televisiewereld. Nou, op de wereld, denk ik. Oké, de wereld, maar met name televisie is natuurlijk toch de wereld van illusie en van geanceneerde, ik bedoel toch wel, John, emoties. En van, weet je wel, wat dat je ook blij bent als iemand mooi ingehouden huilt. Dat je denkt, zo, dat hebben we mooi binnen. Dat is lekker. Dat is natuurlijk toch. Ja, dat is toch zo. Ik dacht dat we dat onderwerp net achter. Nee, maar ik bedoel, het is totaal. Je wil er nog even over doorgaan. Nee, maar het staat daar haaks op. Het staat haaks op de wereld in zijn algemeenheid. Niet op de televisiewereld. Mm. De televisiewereld zit volgens mij niet zo heel veel anders in elkaar dan de gewone wereld. Wat er bij ons in het bedrijf of bij jou in het bedrijf gebeurt, gebeurt ook bij de bank en gebeurt ook in de supermarkt. Mm. Daar ben ik van overtuigd. Maar wij hebben maar steeds dat label dat het bij ons anders is. Dat is niet zo. Oké, het staat haaks op de wereld. Ja. We zijn het eens. Mm. Zullen wij naar jouw volgende fragment gaan, John? Dat is het Nationale Songfestival. Hè? Mrs. Einstein zingt een aantal liedjes en daaruit wordt dan gekozen. Ik stel voor dat we even kijken en dat jij dan vervolgens losbarst. U mag weer jurylid spelen, Joop. Hoe zou het toch met de liefde zijn bij al deze vrouwen die ik hier zie? Deze prachtige vrouwen. Ik weet van Mrs. Einstein dat ze voor de liefde zijn, maar dat ze hun hart vasthouden. Of liever gezegd, hun hart staat af en toe even stil. Tenminste, die conclusie mag ik trekken als ik het volgende zie. Dat in het lied dat nu komt, het vijfde liedje, Mrs. Einstein de adem even inhoudt in de hoop dat de liefde eens zo mooi
nog niet voorbij is. Nou, dat klinkt, dames. Een zwoele melodie waarin de vijfstemmigheid goed tot zijn recht zal komen. Wel, wie heeft dat geschreven? Guus Willemsen. Het vijfde liedje heet Toen de aarde stilstond. Heel kort. Heel kort. Laat ik beginnen. Nee, ik bedoel, dit was heel kort. Ja, maar ik zal ook heel kort zijn. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik vind dat het muzikaal wat daar gebeurt dus helemaal voor elkaar is. Want het is topkwaliteit. Mrs. Einstein. Mm-hmm. Maar dat ik het programma zo'n onvoorstelbaar gemiste kans vind. Mm. Ik ben een songfestival liefhebber. En een songfestival hoort een feestje te zijn. Daar horen mensen al op vrijdagavond over te praten. En dan moet dat gevoel van één keer per jaar kiezen wie ons gaat vertegenwoordigen. Dat moet een programma zijn wat iets langer in het geheugen blijft hangen dan dit programma. Hm. En ik vind het zonde. Hoe had jij het willen doen? Ja, feestelijker, spannender. Ik vind per definitie de vorm niet spannend om één artiest te nemen die vijf liedjes doet en alleen de vraag is welk liedje. Ik vind de spanning van een songfestival is welke artiest gaat er. En de manier waarop het gemaakt is, ja, is een beetje top-op uit de jaren, eind jaren 70. Een beetje droog, een beetje knullig? Nou, knullig niet. Nou, Joop Verzeil, dat schiet toch ook niet op? Ja, maar dat is een opvatting. Okay. En ik vind deze opvatting absoluut verkeerd gekozen bij een programma als het Songfestival. Maar Joop Verzeil, die ze zo zit aan te kondigen. Ja, die het ook echt zit op te lezen. Dat zie je ook erg. En hij zit in zo'n decoortje wat me erg doet denken aan de Muppet Show. Met die twee mannetjes. Oh ja. Ja. Ik vind het zo jammer dat van zo'n mooi gegeven niet een beter en leuker programma gemaakt wordt. Dus het is uitgezonden op zondagavond, na het voetbal. En daar hebben veel mensen naar gekeken, maar met een hele lage waardering. En dat is zo jammer. Een lage waardering? Ja, een lage waardering. Ja. Even terug naar een aantal jaren geleden, het Eurovisie Songfestival met Willeke. Ja. Iedereen weet, jij was 19 toen je met Willeke trouwde. Dat huwelijk heeft 5 jaar geduurd. Zo ongeveer vanaf je 20ste. Dus dat is inmiddels, we zijn 20 jaar verder. Jij bent 20 jaar verder. Ja. Ongeveer. Zo'n avond, hè? Herinner je je die? Zit je dan te kijken? Nee, want ik moest werken die avond. Maar ik heb het wel gevolgd. Mm-hmm. En ik kan me nog wel herinneren dat ik het was het programma al afgelopen. Dus hoorde hoe het afgelopen was. Ja. En dat vind ik dan wel erg, ja. Ja. Ja, om een heleboel redenen. Mm-hmm. Zoals? Nou, het feit dat ik Willeke toch vooral nog steeds een heel warm hart toedraag. Mm-hmm. En vind dat het liedje wat ze daar deed absoluut beter verdiende. Mm-hmm. En ik vind het jammer voor Nederland als deelnemer aan het Songfestival. Dus om een heleboel redenen. Ja. Vind je het dan ook, je hebt dus het einde wel gezien? Of je hebt het helemaal, heb je teruggekeken? Nee. Kon je niet? Nee, dat... Nee, ik heb niet teruggekeken. Ik heb stukjes gezien. Het optreden van Willeke gezien? Ja. Ja. En dat was goed. Heel goed zelfs. Ik wil je even een citaat voorleggen. Je hebt wel eens gezegd, ik heb me wel aan de druk van dat huwelijk kunnen ontworstelen. Hè? Zij was een ster. Jij was coming-ster. Nies. 19. Ik heb me aan de druk van dat huwelijk kunnen ontworstelen. Maar dat heeft me wel mijn huwelijk gekost. Hè? Een keer gezegd. En ook, ik wist niet dat ik mijzelf als tegenstander beschouwde. Ik was mijn eigen tegenstander in dat huwelijk. Kun je dat uitleggen? Ja. Wat bedoel je daarmee? Omdat ik waarschijnlijk meer in gevecht met mezelf was. Mm-hmm. Kijk, op het moment dat je 19 bent en je trouwt met iemand die 9,5 jaar ouder is, maar vooral beroemd. Heel erg beroemd en al heel ver is in een vak waar ik net 1,5 jaar rondliep, dan weet je dat van tevoren. Dat is een gegeven. En wat ik mezelf verwijt is dat ik het effect daarop mezelf niet goed heb kunnen inschatten. En dus constant in een gevecht met mezelf was om daarmee te leren omgaan. Hm. En dat heeft met een soort ego te maken die er dan kennelijk toch zit, om je daarin te kunnen schikken. En dat heeft mij veel moeite gekost. En toen je zeg maar eenmaal
uit was, toen was het huwelijk voorbij? Nee, ik denk niet dat ik eruit ben gekomen binnen de periode dat het huwelijk geduurd heeft. Ik denk dat dat waarschijnlijk, als me dat gelukt zou zijn, wellicht dat huwelijk had kunnen redden. Dat is denk ik een van de belangrijkste oorzaken geweest. Om daar je draai in te vinden, je vorm in te vinden, je plaats in te vinden, dat is heel moeilijk. Het heeft je 10 jaar gekost? Het verwerken daarvan? Want dat is zo mooi. Ja, nou ja, 10 jaar of 8 jaar of 12 jaar, heel lang. Maar de belangrijkste reden die daar aan de grondslag ligt, is het feit dat ik een kind heb, of had, zou ik moeten zeggen, die vorm. Heb, John. Maar ik heb het nog steeds, gelukkig, ja. Wat zo'n zichtbaar en tastbaar resultaat was van dat huwelijk. En met name vanwege dat kind heb ik daar ontzettend lang mee geworsteld. Schuldgevoelens, verkeerd gedaan, faalangst, komt daar misschien een stukje bij om de hoek kijken. En met name vanwege dat kind heeft me dat jaren achtervolgd. Ja. Ja. Maar het feit dat je zeg maar niet meer bij elkaar bent, hoeft je toch niet te weerhouden van een goede vader zijn? Of heb je hem ook weinig gezien in die tijd? Nee, precies, maar dat waren de omstandigheden niet naar. Omdat het kind met Willeke en nieuwe echtgenote vervolgens afreisde naar München, Monaco. Een jaar of 4, Monaco. Hoe vond je dat eigenlijk? Want daar zat ik over nadenken, dat lijkt me nog wel pittig. Als dan jullie kind opgevoed wordt ook door een Søren. Ja, nou, het helpt wel dat het in dit geval niet een Søren, maar Søren was. Omdat dat, godzijdank, een fantastische man is die dat buitengewoon streed en oprecht en met veel warmte gedaan heeft. En dat helpt het probleem een beetje verzachten. Maar het feit blijft. En dat deed pijn en dat heeft heel lang pijn gedaan. Ja. Over jullie situatie thuis, jouw jeugd dus, heb je wel eens gezegd, wat je ook deed, het was nooit goed genoeg. Dat is wel pittig. Hè? Hoge drang tot presteren. In jullie gezin? Ja, ik denk dat je het wat mij betreft iets simpeler kan stellen. Wat je ook doet, maakt niet uit, maar doe het goed. Ik heb niet het gevoel dat wat ik ook deed, het was nooit goed. Nee? Nee. Maar er was wel een lijn in de opvoeding die ik me kan herinneren. In de zin van, het maakt niet uit wat je doet, maar dat moet je goed doen. Heb jij je van je vader moeten bevrijden eigenlijk? Ja. Want in zekere zin was ik natuurlijk ook weer jarenlang de zoon van. De zoon van. En je vader was een beroemde zanger, hè? Ja. Dat op met Metropoolorkest, ja, die was elke week te horen. In de, moet ik oppassen dat ik hem niet beledig, in de 60er, 50er, 60er, begin 70er jaren. Ja, de Nederlandse Frank Sinatra. Een zeer beroemd en populair mannetje. En toen ik dus in dat televisievak kwam, was ik de zoon van. En waar ik af en toe helemaal gek van werd, waren bijna dagelijks de mensen die dan naar je toe kwamen en zeggen, jongen, jij hebt nog bij mij op schoot gezeten. En dan kreeg ik iets van, nou en? Ja. Maar in wat voor, wanneer heb je het gevoel gehad dat je, klopt het eigenlijk dat je een paar jaar niet met je vader gepraat hebt? Nou, een paar jaar heeft het niet geduurd. Maar er is een periode geweest van radiostilte, ja. En waar had dat mee te maken? Met dat huwelijk waar ik het net over had. Hij vond het niet oké? Okay. Nee, absoluut niet. Dat jij met Willeke trouwde of dat je bij haar wegging? Beide. Oh. Ja, allebei. Ja. Hij zei, jongen, doe dat nou niet, wacht een paar jaar. Ja. En jij dacht, ja, ik weet het beter. En de vraag is nou achteraf, wie heeft er nou gelijk gekregen? Jij, het is jouw leven. Ja, in die zin wel. Ik denk ook niet dat het relevant is. Heb je hem dat kwalijk genomen, dat hij je dat afraadde? Ja, toen wel. En achteraf denk ik van, ja, als ik nu naar mezelf kijk als vader en naar een zoon van 18 die net een jaartje jonger is dan ik toen was, dan denk ik toch dat ik hetzelfde zou denken. Of ik hetzelfde zou zeggen en doen, dat weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk niet. Omdat ik me nog zo goed herinner dat het eigenlijk alleen maar de situatie verscherpt. En het niet de oplossing is. Maar dan, ja, ik kan het gevoel wel plaatsen. John, even over vrouwen. Oh jee. Hè? Neem even een slokje. Ja. Womanizer wordt er veel over jou gezegd, hè? Is veel over jou gezegd. Wat is dat? Een womanizer is iemand die veel met vrouwen bezig is, zal ik maar zeggen. Versiert. Een vrouwenversierder.
De uitspraak van jou is: monogamie is grote onzin. Mag ik je vragen waar je dat uit hebt? Want deze komt mij niet helemaal bekend voor. Uit een gedrukt iets. Ik zou het nu ook even niet meer weten. Maar het komt jou geheel onbekend voor dat je dat ooit... Is zo zonder weer waarschijnlijk een lang verhaal ervoor en daarna wel. Ik zal hem iets nuanceren. Mannen zijn niet gemaakt voor monogamie. Ik vind monogamie eigenlijk grote onzin. Het is dat ik nu met Els ben, dus ik hou me gedijst. Zoiets strekking. Nou ja, of misschien heeft iemand dat wel tegen ons gezegd. Dat zou ook kunnen. Ik wil zeggen, dat zou ook kunnen. Onze bronnen. Kijk, dat is toch een, want dan kan ik nu namelijk vertellen dat ik het er maar gedeeltelijk mee eens ben. Monogaam zijn is om te beginnen heel moeilijk. Want dat doe je in principe voor 50 jaar of 40 jaar. Ja. En dat is heel moeilijk. En ik denk dat in kost die context, het jou moeite? Het kost me steeds minder moeite. Ik denk dat het ook te maken heeft met ouder worden. Het kost me minder moeite. Maar was jij een vrouwenversierder? Ben jij in principe een vrouwenversierder? Nee. Het rare is dat ik geloof dat ik zeggen en schrijven één of twee keer in mijn hele leven daadwerkelijk een vrouw versierd heb. Het was meestal andersom. Je ging gewoon verlegen aan de bar die zitten. Act, en die werkte helemaal goed. Ja. Nee, ik was geen versierder. Ik was altijd jaloers op jongens die dan op een dame afstapten en daar anderhalf uur... Als ze op jou afkomen, dan is het niet zo erg, toch? Nee, ik had er ook een baardje in wilde, of niet? Nou ja, het was ook niet zo dat ze daar in drommen om me heen stonden. Wat heb je met vrouwen? Ja, het rare is dat ik zakelijk in werksfeer veel beter met vrouwen kan omgaan in zijn algemeenheid dan privé. Oh? Want dan komt die verlegenheid weer boven. En als ik maar de zakelijke aanleiding heb, heb ik dat niet. Ja, ik vind vrouwen, ik zou bijna willen zeggen over het algemeen, beter. Ze hebben een betere intuïtie, wat bij televisie heel belangrijk is. Ze hebben een beter oog voor detail. En als ze zich ergens in vastbijten, dan zijn het fox terriers of pitbulls of hoe je het ook noemen wil. Want dan gaan ze er echt tot het bittere einde gaan ze ervoor. Ja. En privé vind je, word je er verlegen van? Ja. Waar word je dan verlegen van? Ik word verlegen van aandacht. En, aandacht van vrouwen? Helemaal aandacht van vrouwen, ja. Ja. En iedereen... En waar word je dan verlegen van? Ja. En iedereen die ik dat zeg, die begint altijd heel hard te lachen. En het is echt zo. Ik kan daar niet goed mee omgaan. Dan ben ik niet meer op mijn gemak. En dan functioneert het allemaal niet meer zo goed. Heb je, ik zit maar even mee te denken. Heb je dan het gevoel dat je gezien wordt? Of dat je dat ze door je heen kijken? Of wat? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Absoluut niet. Nee. Zo makkelijk is dat niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, ja. Verlegen worden van aandacht. En dan vrouwen, is het nog iets erger als het van vrouwen is. Ik bedoel, ik heb het in zijn algemeenheid al, maar... Ja. Ik kan er ook niet zo doen. Maar het versieren is over. Door de jaren. Nou, dat is er nooit geweest. Nee, dat ook heb het laten uitgelegd. Versieren. Ja, ik bied iets meer weerstand nu. Je biedt iets meer weerstand. Ja. Wil je nog trouwen? Ja, ik weet het niet. Als... het maakt voor mij niets uit. Maar dan ook helemaal niets. Het gevoel is hetzelfde met trouwring of boekje of wat er allemaal bij komt kijken. Kinderen? Nee. Nee? Nee. Heb je nog dromen? Nog tientallen. Ja? Wil je ze allemaal horen? Ja. Zakelijk of? Of? Privé. Nou, weet je, we beginnen lekker bij de privédromen. Dat is altijd zakelijk. Wil jij de wereld? Willen jullie de wereld veroveren? Dat is wel duidelijk nu. Nou, privé. God, dat heet een droom. En dan wordt het allemaal weer zo opgeblazen. Maar... Nee, niet nu gaan terugkrabbelen. Gewoon, hup. Wat is mijn droom privé? De dooddoener van de avond. Toch... besef ik dat gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, belangrijk geworden is. En dat denk je misschien, dat is logisch, dat vindt iedereen. Maar dat had ik 10 jaar geleden niet. Totaal geen last van dat gevoel, van die behoefte. En ik merk wel dat ik steeds
regelmatiger iets heb van, wat ben ik nou aan het doen? Waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik het? En dat zijn dan die halve uurtjes waar we het in het begin van dit programma alleen over hadden. In de stoel? Ja, alleen in de stoel. Hm. En komt daar dan ook antwoord op? Dit zijn eigenlijk... Ja, er komt in zoverre antwoord op dat ik denk dat wat ik bijna 20 jaar gedaan heb... 80-90 uur in de week werken en in een heel goed jaar en toch wel gauw een week op vakantie... dat je op een gegeven moment toch open gaat staan voor andere dingen. En dat er andere dingen belangrijk worden. Andere dingen? Ja, zoals het thuisfront. Een zoon die nu in een fase zit waarin keuzes moeten worden gemaakt... wat hij gaat doen en wat hij wil doen. En dan... Een vrouw misschien? Ja, dat hoort bij het thuisfront. Oh, dat is het thuisfront. Ja, dat hoort erbij. Ja, het thuisfront. Ja. Nee, dat klinkt lekker solide. Oké, ja. Maar dat ben jij meer gaan waarderen? Dat is eigenlijk wat ik je ben zegt. Het belangrijker gaan vinden. Maar dat is dus geen droom? Nou, voor mij wel. Maar omdat die is dus mezelf, uitgekomen? Nou, niet helemaal nog. Omdat ik mezelf toch aan de andere kant... een beetje in een positie gemanoeuvreerd heb... waarin ik in een soort centrifuge zit... die naar mijn gevoel soms 4000 draaien per minuut maakt. En dat ik er niet altijd uit kan als ik zou willen. Wat wens jij jezelf toe? Wat zou je jezelf toewensen? Nu? Dat ik de balans kan beïnvloeden. En kan, nou, liefst controleren. Maar dat zal niet lukken, vrees ik. Maar wat meer kan beïnvloeden. Tussen thuis en werk? Ja. Ja. Nou, ik wens het je ook toe. Dank je wel. Oké. Dank je wel voor dit gesprek. Oké, graag gedaan. Okay. Volgende week komt Jurnie Kaagman. Ja. Nou, daar zie ik nou toch zo naar uit. Dat kan me voorstellen. Ja. Dat lijkt me een leuk programma. Oké. Okay. Ik ga kijken. Ja, je gaat kijken. Ja. En niet alleen dan langs sappen. Even erbij blijven. Volgende week dus Jurnie Kaagman. Ik hoop dat u erbij bent.